De Padoenpatters die hebben tweets verzonnen bij een historische gebeurtenis. En de gebeurtenis waar het nu over gaat is 1969, de eerste maanlanding. Roel, René en Pieter. Mag je voor klappen hoor. Ja. Yes, yes. Ed Neil Armstrong twittert. Landen ging makkelijk, maar goed, er was dan ook plek zat. Hashtag volle maan. Ja. Dat vinden ze wel leuk. Ja, ja. Ook leuk. Ed Neil Armstrong twittert. Een kleine stap voor één man, een enorme sprong voor een kikker. Dat is later veranderd. Ed Neil Armstrong twittert. Als eerste man op de maan, nu aan de champagne. Morgen vast een enorme krater. René van Meurs. Ed Brian Adams twittert. Herkut, heel die maanlanding gemist omdat ik zo nodig mijn eerste gitaar moest kopen. Hashtag Summer of 69. Ed Britt Dekker twittert. Serieus? De eerste maanlanding was op maandag? Dus als ze een dag later waren, hadden ze door moeten vliegen naar de planeet Dins? What the fuck? En Ed Neil Armstrong twittert. Weet iemand hoe ik weer terugkom? Hashtag durf te vragen. Jij komt op en alles raakt in paniek. Zie je het? Goed, nou. Pieter Elkenaam zegt last but not Christmas. Daar gaat hij. Ed Armstrong twittert. Haha, Buzz Aldrin zou de eerste man op de maan zijn, maar we zijn aan het landen en hij zit te kakken. Ed Makelaar twittert. Wonen tussen de sterren, dat kan nu. Alle ruimte, geen last van de buren en het uitzicht is aardig. Unieke atmosfeer, volledig off-grid met zonnepanelen in een nieuw te bouwen wijk. Binnen 64 dagen en 2 uur in het hartje Amsterdam. Hashtag Maankelaar. Wauw. Klopt je water? Die was kwantitatief heel goed. En Rob Geus die twittert. Maan, 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 maan.